Het is vrijdagmiddag en dus tijd voor de vrijdagmiddagborrel. En hier in Eemnes hebben ze er ook zin in, want nergens in de provincie Utrecht wordt zoveel gedronken als in Eemnes. Oh, dat geloof ik best, ja. Dat zal best, ja. Ja, dat geloof ik wel. Snapt u dat? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Ja, dat klopt wel, denk ik. Ja? Ja, dat denk ik wel, ja. Waarom denk je dat? Ja, is gewoon lekker, toch? Ja, moet een beetje leven, hè? In onze provincie schiet Eemnes er dus uit. Bijna 9 op de 10 Eemnessers drinkt wel eens. En bijna 1 op de 10 doet dat overmatig. Dat wil zeggen 14 glazen per week als vrouw of 21 als man. Hoe anders is dat in 5 herenlanden, waar, binnen onze regio, het minst gedronken wordt. Nog geen 3/4 van de mensen borrelt wel eens. En 1 op de 25 drinkt overmatig. Er zijn geen mensen die hier om 4 uur al in de kroeg zitten om er eigenlijk helemaal vol te gieten. Nee. Ik denk wel dat natuurlijk op sommige plaatsen wel eens een beetje te veel gedronken wordt. Maar er is, over het algemeen merken we er heel weinig van. Te veel hoeft niet hoor. Op een gegeven moment heb je ook je kan je een beetje verantwoordelijk gedragen, toch? Uit de gegevens blijkt dat hoe ouder je bent en hoe hoger je inkomen is, hoe vaker je drinkt. En laat de gemiddelde Eemnesser nou net wat ouder zijn en meer verdienen dan de gemiddelde 5-herenlander. Proost!